Het was maart van het jaar 2020. Saartje weet het nog heel goed. Haar agenda stroomde leeg, maar de regering zei: we laten niemand stikken. Dus was haar gerust dat ze wat centjes kreeg. Dat werd de tozo, ZZP'ers aan de tozo. Tenminste voor 3 maanden en daarna kwam 2.0. Maar niet voor Saartje, want Saartje had een vriendje. En het vriendje had een baantje, dus ja, Saartje was de lul. Echt, ik heb heel zuinig aangedaan. Hield de cijfertjes keurig uit het rood. Maar de reserves zijn langzaam opgegaan. Aan premies, huur en dagelijks brood. Zo sta je op een podium en zo lig je bijna in de goot. Het was september van fuckjaar 2020. Saartje gaf nog wel wat les, maar dat was nooit genoeg om te betalen voor de gewone dingen. Het was altijd geluk met zingen in theaterzaal of kroeg. De tweede golf en alles moest weer sluiten. 1 keer zingen, lekker buiten in de regen en de kou. De laatste optie werd verzet naar 21. Fucking 2021. En wat moest ik nou? Want ik had heel zuinig aangedaan. Hield de cijfertjes keurig uit het rood. Maar die reserves, die hebben nooit echt bestaan. In de vorige chorus hield ik me groot. Al 7 maanden werkloos en steeds een stukje dichter bij de goot. Het is december van het jaar 2020. Saartje werkt alweer wat maandjes parttime in een bakkerij. Ze droomt van zingen en al die leuke dingen die ze niet meer kan betalen. Luxe is er niet meer bij. Maar het is december, het jaar is bijna over. En ze is een ferm gelover in het gloedje nieuwe jaar. Hou vol nog even, blijf houden van het leven. Iedereen een mooie kerst en een dikke kus van Saar.